Nou, het is wel, weet je wat zo leuk is? Want het bestaat nu 7 jaar, die tv-kantine. Ja. En ook in die 7 jaar is het ook qua applicaties, zo heten die dingen die je nu uit de tas haalt. In het begin hadden we 2 neuzen. Ja. En dat was het. En nu zijn er wel 50 of misschien wel meer. Ja. Of halve gezichten. Een hele kast vol nu. Ja. Kijk, dus, dit is wel aardig, want je hebt allemaal bakjes en dingetjes waarvan ik denk, geen idee werkelijk wat het is en wat je ermee moet. Maar daarom ben je ook een vakvrouw. Wat is het? Nou, dit is een kruin. Dat is een kruin. Voor iemand die kaal is. Heb je deze gebruikt voor Umberto? Deze hebben we gebruikt voor Umberto, ja. Jij blijkt een heel moeilijk hoofd te hebben. Ik heb een moeilijk hoofd. Nee, maar een hoofd is wel rond, maar heeft altijd een soort van, aan de bovenkant toch nog een klein verhogingtje. En waarom was, want jullie hebben mij voor dit voor het seizoen voor het eerst gedaan, waarom was ik moeilijk? Nou, Je kijkt heel eng in de Ze kijkt nooit naar de mensen. Ik kijk heel eng naar Carlo lijkt natuurlijk niet op jou, dus het is, daar ga je al. Dus, Carlo lijkt op heel veel van die figuren, eigenlijk ook niet op Moscovici bijvoorbeeld. Maar dus we gaan gewoon, we hebben iets laten maken. We laten bij een speciaal atelier laten we spullen maken, dus wat voor jou specifiek is. We hebben een mooie neus laten maken en je wangetjes. En die hebben we opgeplakt, kaalkop. En we hebben een combinatie van lippen voor jou gemaakt. De bovenlip van Bridget Maasland en de onderlip van Quintus Risti. Heb ik de bovenlip van Bridget Maasland? Ja. Ik ga het er nu en de onderlip van Quintus Risti. Ja. Dat is goed, hè? Ja, het is flinterdun, maar dit wordt zo ongeveer dan. Ja, en dan wordt het. En dan wordt het gewoon dikker. Oh, en dit is onderlip. En dat gaat dan zo bij Carlo en dat wordt geplakt? En dat smelten we dan weg en het wordt gekleurd. Het is natuurlijk een flubbertje nu en het heeft niet echt een kleur. Dus je moet het ook nog zorgen dat het op een gezicht lijkt. Dus je moet je met verschillende lagen kleur moet je dat op een speciale manier aanbrengen. Zullen we even kijken hoe Humberto uiteindelijk geworden is? Ja. Vanavond nieuwe typetjes die u graag welkom heten in de tv-kantine seizoen 7. Hans. Dankjewel, Hans. Vanavond ontkomt u er niet aan. Ik ga weer een onnodig dansje doen. En dit keer op het liedje van Treintje Oosterhuis, getiteld Hi. Hi. Hi, 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 hi. Hi, wie heeft de been? Hello. Dankjewel, Marian uit de Schilderswijk. En natuurlijk, Treintje, ga lekker naar Oosterhuis. Ja, mensen, ze zochten nog iemand voor deze plek, voor deze plaats. En aangezien ik enkel iedere avond live op de buis ben en elke snabbeldoe die de markt te bedenken faalt, kan ik er makkelijk overdag iets bij doen. Het is nu mijn tijd. Ik zeg, kassa. Wat vind je ervan? Ja. Dat is inderdaad. Nou, ik weet, Carlo heeft mij, wat is het, 1 jaar of 2 geleden gebeld. Toen zei hij van, ik vind het zo lastig om jou te doen. Want ik kan niks vinden wat nou echt heel erg raar is of zo. Of anders. Nee. Wat is het, 1/2 jaar geleden heb ik zo'n masker laten maken voor jullie? Ja, afdruk laten maken. Een afdruk laten maken. Ja, ik vind het erg grappig. Ik vind wel, alles is net overdreven. En dat maakt het ook wel weer mooi. Ja,